Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We zijn inmiddels onderweg zoals je de beelden kunt zien. En Tony gaat even vertellen wat we gaan doen vandaag. We hebben vandaag wederom een overlastdienst. We hebben ook eerder uitgelegd aan jullie dat de incidentafdeling en de overlast wordt nu apart van elkaar ingezet. En we gaan kijken wat de dienst ons gaat brengen. Ja, wij zijn er aan de plaatsen, dus gaat zo voor mij omhoog. Oké, okay, bedankt voor de medewerking. Ja, okay. Ja, we hebben een bandje vast. Welkom bij de tankbeurt. We gaan even een vervoers doen. Van collega's hier iemand hebben aangehouden voor het plegen van de winkeldiefstal. Hallo, rustig. Wat zegt u? Rustig. Ik zeg gewoon even aan de kant. Zo stuurt dit. Hey, hallo. Wat zeg nou? Hallo. One minute. Wat is er aan? Hey, dit is even rustig. Normaal doen. Ja, hoe heet dat een vier? Hoe heet dat? Wat is er aan de hand? Hoppa. Ja, hij is er aan de hand. Autootje erbij, Albert Heijn, stationsplein open. Dit is hier niet zo goed. Wat als ik er toen uit deze ben? Behave yourself. Hoi. Met spoed voor ondersteuning naar de Albert Heijn stationsplein. De 356 vraagt met spoed een auto. Ja, broer. Akkoord. Had die vader wat mee te maken daar? Met kinderwagen erbij. Albert Heijn. Is dat ook hier nu? Is dat ook hier nu? Ja, dan pak je het tuurlijk. Zo. Hé, we gaan zo nog altijd je mechaniek uit. Nou, je mechaniek uit! Kan iemand dan van bureau paden dat met spoed in richting stationsplein voor stuurmasker? Kom eens uit. Helpen! Je schat de tiffes. Relaxen. Ja, ja, we schat de tiffes. En de 43-40. Wat kop naar beneden houden? Ja, ja. Ja, je ding. Ja, je ding. Ja, je ding. One minute. Ja, one lopen, minute. Lopen. Lopen. Ja, ja. Kom maar zo. Moet ja, het ja, ja, ja. Heb je gewoon dingen? Dat zou 42, hè? De 43-42 geeft het allemaal. Ik zag net wel politie door de winkel rennen. Op de camera. Dit is van inmiddels doorzocht en in beslag genomen. Mijn telefoon, toen zit dat geld in en dit is een pakje. Je money fee, nogmaals, chef. Ik heb gebeld met Avin. Ik zeg lopen. Die loopt achter. Chef, nou, heb ik de enige info is dat melden achter een persoon aanloopt. Die... Ja, ik wacht de bedoelingen van de 41 even af. 43-40, nee, 43-40. Wil jij je aangeven dat ze naar de OC... Ja, akkoord ook, uit. D42-03. Hallo. No, it's not here.
links. Zeg maar. Waar moet hij lopen? Hier. Ik zie die kerel vanaf de bootstraat lopen. De voorstraat lopen. Ja, ik had ook. Ja, wij zijn ter plaatse. Loopt hij bij die witte bus? Hier de bootstraat in. Hier voor je neus. Handen omhoog, handen tegen de muur. Waaronder hij, handen in de muur. Hij luistert, handen tegen de muur. Ga hem nu fouilleren. Ja, mes aangetroffen, van hem afgepakt. Wordt inderdaad nu geboeid, alles rustig. Ja, mooi bericht. Laat me niet met de mes gaan lopen zwaaien. Je hoeft niet te antwoorden. Nee, maar daar krijgen we wel melding van, man. Het is allemaal ineens heel hectisch. We kregen eerst een melding dat er een verdachte was aangehouden bij de Albert Heijn. Een collega was solo ter plaatse en wij zouden ondersteunen om het transport te doen. Toen we eenmaal in de winkel kwamen, was de beveiliging inmiddels in gevecht met een tweede verdachte. Daar hebben we gelijk ondersteund. Die verdachte is ook aangehouden. De eerste verdachte uiteraard ook. Dus die hebben we net allemaal ingesloten en ingeboekt. En daar zijn we nog wat administratie aan het doen. En toen kwam er alweer een andere melding binnen dat er in de binnenstad een vent met een mes liep te zwaaien. Dus in meerdere eenheden ter plaatse troffen we meneer aan. Meneer inmiddels ook aangehouden en het mes in beslag genomen. Dus dat gaan we nu administratief even afhandelen. En ondertussen zijn de collega's ook wel onder de opko. Druk met allerlei andere winkeldiefstallen en verdachten die zich niet kunnen gedragen. Dus het is lekker rumoerig. We gaan even wat dingen op papier zetten hier. Wij zijn nu onderweg naar de NS. Die hebben een staanhouding van de meneer zonder vervoerbewijs, zonder identiteitsbewijs. En heeft kennelijk ook nog wat scharen dan wel messen bij zich. Daar zijn we mee onderweg. Ondertussen komen er nog steeds heel veel winkeldiefstallen binnen. De OVD heeft inmiddels besloten dat de winkeldiefstallen niet meer direct worden afgehandeld. Dat betekent dat ze namen worden genoteerd, spullen worden uiteindelijk in beslag genomen. En dan worden ze later uitgenodigd voor verhoren. Om te zorgen dat mensen op straat blijven. Dat is wel risky. Als het goed is, worden jullie gewenkt. Timo Jochie. Winkeldiefje, ja, ik snap het. Alleen hij heeft tijdens die deviering toch twee scharen uit zijn buitenkant. Ja, ja, dat snap ik. Ja, dan komen twee scharen uit zijn zak. Ja, is goed, man. Idee bekend? Marokko, ja, daarom wel. Ja. En dan krijgt hij een bekeuring in ieder geval van ons. Oké, hoe de politie gaat in? Natuurlijk, moet gaan even anders, maar ik zie La Carte Nationale. Brazil zoek je zet. Brazil, kijk, waar heb je dat? Of via Utrecht. Hallo. You're trying to steal. You had Stanley mes bij zich toen. Spullen pakken en weggaan. Kom, yalla. Kom. Lopen. Kom. Cooperate. Zo, je bent aangehouden voor orde door overlast. Ja, kom maar. Verdient de antwoorden verplicht. Hier op 47 neem al aanhouding.
فوشي الزبيد باقي لك يمك ليك يمك اه هات لك زبيني كمك يدينك يمك يدي يا يد تعال نش كنت تسبر لون لك انا فاهم اه باك شو بقى سيتا Zitten. Ja, wat ga je tuffen? Meen je dat serieus, Jochie? Kom eens, jongens. Bij deze, en dat is die man van het stationsplein, hè? Ja, correct. Ja, akkoord bij deze toestemming. Hallo. Niet doen! 43, ik sta. Doet hij zelf dit, hoor? Daar sta ik. Zo slaan. Lees je de collega's niet? Nee, hier is de 41, wij zitten vroeg in de winkel. Ik kom maar met hier. Ja, vraag aan. Niet doen! Om een directe te brengen, maar we hebben geen directe bij ons. Over. Kijk uit, hij spuugt, hij turft, hij slaat met zijn hoofd alles. Oké. We zitten inmiddels weer in het voertuig. Nou, je kon wel de beelden zien. Het was uiteindelijk een aanhouding met VUZ. Dus die is nu ingeboekt. Ja, we kwamen in eerste instantie ter plaatse ter ondersteuning van veiligheid en service Nederlandse spoorwegen. Die had iemand staande zonder kaartje, zonder legitimatiebewijs. De procedure is dan dat wij erbij komen om de identiteit vast te stellen. Nou, wij waren daar. Toen bleek de persoon in deze kwestie twee scharen bij zich te hebben. Die was niet echt meewerkend richting ons en ook niet richting VCNS. We hoorden thuis in Rotterdam. Nou, omdat hij de openbare orde verstoorde, hebben we hem uiteindelijk gevorderd om weg te gaan richting het AZC Rotterdam. Nou, toen ging hij stampij maken in de stationshal en ook op het perron. En uiteindelijk hebben we meneer genoeg kansen geboden. Maar hebben we hem dus toch moeten aanhouden voor het... verstoren van de openbare orde en zit hij nu bij ons binnen. Ja, ik ben net aangesloten door de melder. Hoi, goedenavond. Hallo. Ik zie wel wat voorbij flitsen. Ja, gaat je nooit lukken, man. Denk ik wel. Kom hier. Yo. Ik ken net, hè? We zijn de 43-40. Waar is die? Daar. Ben je net ook door de wijk daar? Nee. Ja, inderdaad. We hebben die motor even staan. Nou, het lijkt er toch niet op dat deze bij die melding hoort. Dus dat rijdt daar waarschijnlijk ook nog rond. Het leeft hier in zijn. Hallo. Waar ben je? Kijken wie hij is. Ja. Yeah. Sir. Is hier nog een geweest? Hallo, sir. Some ID on you. Do you have a passport or an ID card? Weet je Nederlands of Engels? Ik weet niet, mijn collega toch gevraagd hoor. Maar heeft hij iets gebruikt? Kun je iets voor je doen? Heeft hij iets gebruikt waar we ons zorgen moeten maken? Ik niet echt, dan rijd ik even door naar die melding op de Heidelberg. I like this guy. Hallo, luister eens eventjes. Je staat hier op straat en we krijgen meldingen. Spuimen. Ja, maar je bent mensen aan het lastigvallen. En je bent zo bij vloed en ik heb die denk dat het meer is dan drank. Maar ik wil eigenlijk dat je gewoon naar binnen gaat. Oh, en geen meteen. En geen risico. Mensen meer lastigvalt. Oh, stop.
Goedenavond, Metonio, politie Utrecht. Hi, goedenavond, Wim de Tol. Je krijgt een bekeuring omdat je ongewenst in Nederland verblijft. Je hoeft niet te antwoorden, maar wil je een verklaring afleggen waarom je ongewenst hier in Nederland bent? Wat in Hermak, Lienek, Sachtelheim. Hij zegt, ik heb pas asiel aangevraagd en ik denk op een paar dagen krijg ik. Dat is juist, eerst dan zelf nog een melding van een meneer die mogelijk verward op straat liep. Die we even gecontroleerd, dat was een meneer die bleek onder invloed te zijn van drank en drugs. En die gewoon in een beetje verwarde drugstoestand daar liep. We hebben meneer weer naar binnen gestuurd en gewaarschuwd dat hij weer naar buiten komt voor overlast veroorzaakt, dat hij dan een bekeuring kan krijgen. Iemand geen last meer van gehad. Toen zijn we naar terug gaan bureau, moesten we de verdachte die we eerder hadden aangehouden met verzet, die moest weer heen gezonden worden. Het onderzoek was klaar. Hij heeft een aantal bekeuringen gehad voor alle zaken die hij heeft gedaan. We hebben nog even overlegd met de AVIM. Blijkt dat hij dus ongewenst vreemdeling is, dus daar worden ook nog wat bekeuringen voor opgemaakt. Hij heeft gehoord met een tolk, dus dat is allemaal gebeurd en nu zijn we weer verder in de stad. Vergeet nog wat, hebben we ondertussen nog iets gehad? Ja, andere eenheid had nog een aanhouding van een man die liep met een best wel groot samurai zwaard. Oh ja. Die werd eigenlijk gezien in de toezicht en handhaving dat hij iets groots onder zijn jas meedroeg. Collega's controleren die meneer en blijkt hij echt gewoon een groot samurai zwaard mee te dragen. Dus die is aangehouden en ook die zaak gaat naar de recherche om te kijken wat precies de intenties zijn geweest met dat samurai zwaard. Is niet echt samurai zwaard hoor. Ja, ik weet niet hoe ik het precies moet noemen, maar in ieder geval groot mes die je niet bij je hoort hebben in ieder geval. Dus de recherche gaat die verdachte morgen horen en dan gaan we zien wat daar verder uit gaat komen. We hebben ook nog te binnen schoot die meneer die wij dus hebben aangehouden met verzet. Mijn collega's kenden die verdachte ook en die was een uur eerder uit het ziekenhuis gezet en die heeft zelfs van het ziekenhuis een gebiedsontzegging gehad voor het ziekenhuis. Nou, dan moet je toch aardig wat gedaan hebben aan overlast om dat te krijgen. En toen is ook al door de collega's een zak met vermoedelijk lyrica pillen, waarschijnlijk honderden stuks in beslag genomen. Wij weten dat die pillen vaak, als ik het goed heb begrepen, in België worden gekocht. Daar kun je ze vrij kopen in de apotheek en ze zouden normaal voor mensen zijn die epileptische aanvallen hebben. Maar goed, zij kopen dat daar, verhandelen het vaak weer in Nederland of gebruiken het zelf. En als je dus geen epileptische aandoening hebt, dan schijnt het een soort stimulerend effect te hebben. Dus dat zien we heel veel, maar zonder dokters zeg, mag je die in Nederland niet hebben, dus we nemen dat allemaal in. Dat is nog even een aanvulling op dat verhaal. Is dat pils? Nee, unit 3 dan. Mocht het nodig zijn, dan ga ik op de OC4. Kom eens. Luister, het is niet de bedoeling, man, om op straat te drinken. Geen maar aan mij, ja? Je bent ook weer goed dronken. Direct. Kom maar. Luister. Lekker naar Jansveld. Luister. Naar Jansveld. En lekker gaan slapen. Ja, maar lekker gaan slapen daar, ja? Ja, maatje? Je bent koud, man. Lekker naar bed toe, joh. Koud? Ja, je voelt koud aan. Je voelt helemaal koud. Ja. Mag niet. Ik bespaar je nog een bekeuring nu, hè. Vind je dat niet lief van mij? Ik ben broer van Nicole. Ja, ik ben broer van Nicole, ja. Ga maar naar Jansveld, ja? Bewegen. De rijbewijs bij u? Je zit weer achter het stuur. Ik zit wel achter het stuur, ja. En u rijdt op een plek waar het niet mag. Ja. Wat is dit verkeerd tegen u? Ik ben het ergens kwijt geraakt. Ja. Dus ik dacht, ik ga even creatief zijn. Ja, dat is zeker. Bedankt dat de collega's aan rijden. Slaap het zo op. We staan nu in de hal van het stuur. Er staan ook allemaal scooters buiten. Het is 142 en even aanrijden via de stadskamer HC. Want hij schijnt nu hoog de trein in te lopen vanaf het Bollendak. Dan pakken wij zij de Bollendak ook. Vanuit voor de 42. Ja, voor de 42. Hij heeft een groene jackie aan, een rode broek. Ja, duidelijk, dankjewel. Ja, moet ik even afzakken? Ik weet niet waarom ik het moet hebben. Ja, 4.42. Ja, onder de tunnel, linkerkant. De treinbeveiliging staat bij 4.44, rustig aan hoor. Staande.
Thanks. No Albert Heijn, otherwise arrest. Kom zo, voor een beetje.